Wilbert Seuren, een van de formateurs. Ik zou bijna zeggen, nou, allereerst, wie is Wilbert Seuren? Wie is Wilbert? Nou, geen onbekende hier, maar voor sommigen misschien wel. Maar, voor sommige kijkers misschien. Ja. Nou ja, ex-wethouder in Eindhoven, ex-wethouder hier in Vught. Ik heb 5 jaar hier in Vught bestuurd. Vooral altijd actief geweest bij de overheid, voor de overheid. Soms omdat ik een bestuurder was en soms omdat ik de adviseur was of ambtenaar. Dus altijd een beetje in het publiek domein rondgelopen. Maar nu niet meer in Vught en later in Eindhoven. En ik woon inmiddels in Waalwijk, dus ik ben een Waalwijks burger. En dan gaat in één keer de telefoon en dan vragen ze, wordt formateur. Wat gaat er dan door u heen? Ja, maar mooi. Het is een beetje de sportvraag. Want, hè? Wat ging er door je heen? Exact. Nou, ik vond het wel heel erg leuk. Ik volg natuurlijk Vught. Ik heb ooit nog het dossier N65 Spoor gedaan. Ja. Nou, dat is natuurlijk iets wat ik heel erg leuk vind om te volgen. Maar gewoon alles wat met Vught te maken heeft, volg ik. Ik kom nog regelmatig. Dus dan is het heel leuk om die vraag te krijgen. Maar ook wel even van, nou, dan moet ik eens even goed kijken. Kan ik dat? Is dat iets wat ik... Ja, waar ik geschikt genoeg voor ben. Er lag al een informatierapport. Dan denk ik van, nou, even goed naar kijken. Ja. Maar uiteindelijk is het toch vooral een eer om het te doen. En ja, ook gewoon een leuke uitdaging. Ja, hebben we het al over de N65. En als je dat gevolgd hebt, ja, dan weet u, de messen zijn geslepen. Min ja, of meer. Hè? Dat zijn ja, ik denk dat een die discussie op... nu met dit akkoord natuurlijk ook weer is vastgelegd voor de komende jaren. Ja. Dat was natuurlijk, ze zeiden het ook, hè, we hebben net een persconferentie gehad, daar was ook niet heel veel meer nu aan bij te buigen, omdat het natuurlijk ja, al, nou ja, dat is de aanbesteding voor, loopt. Hè, dus, ja, ja nou, dat is natuurlijk voor degene die nog heel veel wilde veranderen, is dat dan lastig om te constateren. Ja. Maar wat ik wel merkte is, er is ook een groei naar, maar we gaan het als bestuur, we gaan ervoor staan als bestuur. In eerste instantie zit je nog vooral als raadslid aan tafel of als... Hoe heet het? Degene die de verkiezing heeft geleid, zeg maar. En op een gegeven moment ga je praten met elkaar. En wij hebben als formateurs ook steeds gezegd, laat checken wat je doet. Hè. Er zijn zoveel procedures gaande. Laat dat maar anders over. Jullie voeren de onderhandelingen. Wij kijken gewoon wat kan niet. En nou ja, daar is dit resultaat uitgekomen. En daar staan ze ook bestuurlijk voor. Dus dat vind ik ook wel weer een sterk als je dat doet. Hmm. En dan zit je in een ruimte met mensen die elkaar toch min of meer hebben bevochten de afgelopen jaren. En ja, gaan dat er nu samen een beetje doen. Bij. Hoe ging zoiets? Of is dat, nou, blijft dat achtergesloten? Eigenlijk ging het heel gestructureerd. Letterlijk 2 uur praten over 2 onderwerpen. Ja. Die werden echt uitgebreid verkend. Iedereen kan eens even met elkaar doorpraten. Van wat vind je nou? Waar zit je? Wat vind je wel prettig? Vind je niet prettig? Wat zou je in zo'n akkoord willen hebben? Wat niet? Dus dat ging echt heel zakelijk. Daar zitten altijd wel emoties van de vorige periode bij. Dat is logisch. Maar naarmate iedereen elkaar wat beter leerde kennen... Ja, dan gaan die scherpe kanten er ook wel af. Dat is ook precies het goede van zo'n proces. En dat ik zeg, dan ontstaat er ook iets van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus we gaan er ook samen voor. En we gaan er ook bestuurlijk voor. Dat heeft even zijn tijd nodig. En ja. Die tijd heeft het gekregen. Ja, jullie deden met z'n tweeën. Hè? Ja. Een mede-formateur. Ja. Hoe was die wisselwerking, zeg maar? Ja, heel goed. We hebben het eigenlijk een beetje met z'n drieën gedaan. We hadden een ondersteuner, Irma Woestenberg. Hele ervaren en deskundige vrouw die in de Sertogenbos, moet ik heel goed zeggen. Correct. Den Bosch noem. Ja. Heel lang gemeentesecretaris is geweest. Die ook heel goed de bestuurlijke context kent. Dus die heeft eigenlijk gewoon meegedraaid. En Robert Gebel was een jurist. Die kon dus heel goed de juridische kant van zo'n proces bekijken. Dus we hebben heel erg goed met elkaar uitgewisseld. En ook ieders rol daarin recht kunnen doen. Wat waren de hete hangijzers die... Nog niet, misschien niet tot blokkades leiden, maar toch lastig bleek. Ja, nou ja, je hebt ze genoemd. N65. Nou ja, dat is logisch, want dat was een hot item in de verkiezingscampagne. Ja, klopt. Dus daar wordt dan ook uitgebreid aandacht aan besteed. Maar het is nooit... ik zeg, het was lastiger dat de juridische kaders zo scherp lagen. En dat heeft iedereen ook op een gegeven moment gewoon erkend. Of eigenlijk al heel snel erkend. Mm-hmm. Dus dan is dat, ja, dan is het spannender al een klein beetje af. Ja, eigenlijk zijn de meeste onderwerpen met ieder zijn eigen inbreng. En natuurlijk soms de een op een bepaald eigen dossier wat scherper dan op het andere. Maar er was altijd ruimte voor het compromis. Of van, nou oké, okay, we kunnen jullie daar de ruimte in geven. En het tweede was, het is een hoofdlijnenakkoord. Hè, dus er komt nog heel veel, er komt een uitvoeringsprogramma aan. Dat wil de coalitie ook gaan delen met de burgers van Vught. Elfort, Comfort. Ja. Hoe het allemaal precies gaat uitzien, is voor een deel daarvan afhankelijk. En natuurlijk ook van de interactie met de raad
in zijn volle met de oppositiepartijen daarbij. We hebben natuurlijk nog een groot infrastructureel project, het programma Hoofdfrequent Spoor. Kunnen ze daar nog wat aan veranderen nu nog? Want dan zitten we nu nog meer aan de beginfase, zeg maar. Hè, van het, ik weet, er is niet zo echt, en dat is volgens mij ook niet een onderdeel van het akkoord, dat daar heel grote veranderingen in komen. Het is eigenlijk meer dat er ook heel veel mogelijkheden komen. Hè. Dus er gaat een heel andere Vught ontstaan, hè, want dit is dan toch echt de dorpskern van Vught. Het feit dat dat spoor omlaag gaat, gaat de verbinding ook vergemakkelijken voor de inwoners. Ja. Nou, volgens mij zien de coalitiepartijen dat ook echt als een kans om dan ook het gebied wat daardoor ontstaat ook weer een push te geven. Dat kan groen zijn, dat kan wonen zijn. Ja. Dus meer in die geest is het aan de orde geweest dan als een bedreiging. Maar in de eerst komende jaren is er gewoon werk aan de winkel. En dat is natuurlijk voor heel veel inwoners die direct aan het spoor zitten, natuurlijk ook wel een spannende zaak. Van wie kwam het idee om halverwege de regeerperiode een soort adempauze in te gelasten? Nou, dat was ook een onderdeel van van het advies van de informateur. Okay. En dat is eigenlijk heel snel omarmd en ook vastgelegd. En ik denk zeker zo'n periode van 5,5 jaar is natuurlijk mooi om dan halverwege te zeggen, nou, waar staan we, gaat het goed, moeten we bijstellen. Ik denk dat dat een heel sterk punt is. Wat gaat er concreet nu veranderen? Ik bedoel, we hebben net hier wat vragen gesteld over de bestuurscultuur. Eerlijk gezegd krijg je daar natuurlijk antwoord op. Ze weten het natuurlijk zelf ook nog niet, want het is nog even zoeken. Ja, nou ja, maar de intentie daar concreet is uitgesproken. Al wat... En we gaan daar zelf, we hebben dus daar een notitie over geschreven. En ik heb begrepen dat ze die ook als een soort basisdocumentje voor de discussie willen gebruiken. Het is ook een hulpmiddel, hè. Dus er staat niet de wet in of zoiets van hoe nu met elkaar om te gaan. Ja. Maar om als een aantal punten door te spreken en met elkaar nog eens, hoe ging dat nou? Dat willen we niet nog, hoe gaan we het dan wel doen? Dus er is heel veel ruimte om het te gaan invullen. Ja. Dus dat is echt nog, en raadsbreed, hè? Dus niet de coalitie, wij gaan dat bepalen. Nee, dat gaan we neerleggen voor alle fracties die daar een inbreng kunnen hebben. Een aantal personen die erbij waren natuurlijk bij de formatie, hè, zaten ook een beetje in dat, zal ik maar zeggen, gevecht verwikkeld. Ja, nou ja, en dan is het dat goed ze even wennen, denk ik, of nee? Ja, maar dat is ook prima. Ja. Leg het nou maar op tafel. Soms ja, klopt. Een deel van het proces is om een keer zeggen, oké, zo willen we het niet. Mm-hmm. Het is jammer dat het zo is gelopen. De een heeft het ook sterker ervaren dan de ander. Maar als je dat gewoon met elkaar durft te bespreken. En liefst zo snel mogelijk de start. Want wat je in het begin doet, ja, dat kun je niet meer afnemen. Ja. Dat is wel zich uitgesproken dat iedereen dat ook echt wil. Maar voor de beeldvorming, hoe gaat zo'n formatiegesprek? Is het 2 met elkaar babbelen, een kop koffie en dan gaan we weer door? Of hoe gaat zoiets in de praktijk? Hoe dat nu van nu... Nou kijk, de eerste is wat je gaat doen is denk ik in de raad met elkaar om tafel. En daar kun je gespreksvormen voor verzinnen. Ja. Maar je kunt ook daarna kijken, als je met een clubje na een raadsvergadering even terugkijkt. En zeggen van, nou, wat vonden we nou? Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Ook de informele kant. Hè, dat was denk ik vroeger vrij normaal. Mm. Dat je een biertje dronk of iets ging drinken na afloop. Maar bedoel, nu tijdens de formatie was dat nu niet mogelijk natuurlijk. Dat was helaas niet mogelijk. Ja. Maar dat heeft op zich eigenlijk juist goed gewerkt. Het moest hier gebeuren, want we hebben letterlijk hier gezeten. Ja. En eigenlijk een beetje dezelfde opstelling, want afstand. Klopt. Maar dan was er niet iets van... in het begin moet je even wennen, maar iedereen moet wennen. Maar eigenlijk ging dat vrij soepel. Dus we hebben gewoon oliebollen met oudjaarsdag gegeten. En, toen dus ook aan het formeren geweest? Okay, ja. dus dat kan ook. Trots op het resultaat? Nou ja zeker. Ja. Ja, het ging er ons vooral om dat dit zou lukken. Dat stuk waar ik naar wijs, dat ook echt tot stand zou komen. Maar het is natuurlijk vooral aan hunzelf dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Ik bedoel, als ze niet zelf hadden gewild, dan hadden we met z'n tweeën of met z'n drieën kunnen sleuren wat we wilden, maar dan was het gewoon niet gelukt. Ja. Dus er was genoeg chemie en dat is alleen maar toegenomen in de loop van het proces. Hoe lang zijn jullie er ongeveer zo mee bezig? Ja, dan moet ik heel erg zeggen, wanneer zijn we gestart? Wel ruim voor kerst. Ja. We hadden toen al de planning half januari, dus ik denk dat we 1,5 maand, als ik slecht reken, dan kom ik daar geloof ik ongeveer op uit. En dan elke dag even een paar uur om de tafel dag, of aan de telefoon? Een keer of 4 per week. Okay, maar ook wel tussen kerst en oud en nieuw, dus het is wel gewoon doorgegaan. En steeds 2 uur, dus ook als het niet klaar was, gewoon 2 uur, niet door blijven gaan totdat iedereen doodmoe was en misschien alleen maar humeurig zou worden. Gewoon 2 uur, volgende keer verder als het nog niet af was. Dus daarom hebben we een keer extra om de boel weer in te halen, want je hebt altijd net iets meer tijd nodig. Maar vooral ook om wel weer binnen die half januari te blijven. Dus, is het u bevallen?
Ja, het is me op zich wel bevallen. Dus, ja, dus, ik weet niet of er veel mensen zijn die ervaren formateur zijn. Volgens mij is het niet een vak wat je kan leren. Dat zijn dus, niet doen. Dus, dus ja, nee, dat, in die zin was het spannend. Maar ja, dat ging ook wel heel natuurlijk. Dus het is mooi, al die woorden die ik net hoorde. Maar dat ging eigenlijk vrij vanzelf. Ja. En nog eens, het ging met z'n drieën. Dus we hadden ook aan elkaar... veel steun, klinkt alsof we een soort therapie aan het doen waren. Maar het was vooral even uitwisselen, zitten we op het goede spoor. Ook de juridische kant goed checken. Kijken naar die bestuurscultuurkant, waarvan we gezegd hebben, daar nemen we zelf een rol in. Ja, dat heeft wel een hele... Het was een leuk proces in die zin. Het is ook een leerzaam proces. En ja, het resultaat is denk ik nu goed. Ja. Maar ja, het is pas het begin. Hè? Dus, ja. Maar je hebt met alle partijen natuurlijk gesproken. Ja. En dus ook met de grootste partij eigenlijk, die nu niet meedoet. Ja. Hoe is dat gevallen daar? Het gesprek wat we gevoerd hebben ging ook over de bestuurscultuur. Dus we hebben het niet over het hele pakket gehad, maar gewoon over hoe denken we met elkaar een goede start te kunnen maken. Ja. Dat waren positieve gesprekken. Daar had ik bij beide het gevoel bij, nou, we herkennen wel wat we niet willen. We gaan er ook aan werken om het wel goed te doen en we gaan gewoon mee in dat gesprek. Ja, dan zijn, inhoudelijk zal het natuurlijk nog wel, net zoals nu vragen van jullie als pers zijn, dat zal natuurlijk inderdaad ook wel gebeuren, maar dat hoort erbij. Maar dat gaat dan over de inhoud. Ja, maar zolang je elkaar met respect behandelt en de goede constructieve manier dat doet, nou, dan heb je volgens mij een hele goede start te pakken.